Nou, fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen genieten van het voorjaarsweer deze week. Ik ben zelf snif verkouden geworden, dus als ik een beetje vreemd klink, dan weet je waar het aan ligt. Ik hoop ook dat jullie tentamen met je goed is gegaan. Nou, vorige keer hebben we het gehad over differentiaalvergelijkingen. Nou, Rob heeft hier, is hier woensdag mee doorgegaan. Die heeft verteld over populatiemodellen. Ook met differentiaalvergelijkingen. Nou, even een korte herhaling. Dat heb ik maandag ook alweer verteld. Nou, een differentiaalvergelijking is zoiets, hè? Dus je hebt een variabele x. Dat kan zijn een populatiegrootte of een concentratie. En meestal gebruiken we, in deze cursus in ieder geval, differentiaalvergelijkingen die geven de afgeleide van de variabele naar de tijd. Dus die geven een verandering van x, en in dit geval een verandering van x in de tijd, dus de veranderingssnelheid van die variabele. Nou, hoe snel die variabele verandert, dus hoe snel de populatie verandert of de concentratie, wordt gegeven door hetgene wat hier achter het is gelijkteken staat. En datgene wat hierachter staat, dat is de afgeleide van een onbekende functie. Nou, die onbekende functie waarvan het de afgeleide is, dat is de oplossing van de differentiaalvergelijking. En die geeft je dan hoe de variabele verandert over de tijd. Nou, als je die oplossing dan weer differentieert, dan krijg je weer je differentiaalvergelijking. Oké, nou. Voor eenvoudige gevallen hebben we gezien, zoals exponentiële groei, kunnen we die oplossing vinden. Maar heel veel gevallen, eigenlijk voor alle interessante modellen, weten we die oplossing niet. Dus dan kunnen we eigenlijk alleen met een kwalitatieve analyse iets zeggen over zo'n model. Nou, kwalitatieve analyse, wat is dat ook alweer? Wij hebben gebruikt een faseportret. Dus even een voorbeeld van een differentiaalvergelijking. Deze hebben jullie vorige keer gezien. Dit is logistische groei, hè? Dus je hebt, dit is gewoon exponentiële groei. En naarmate de populatie groter wordt en groter wordt, zal deze hele term zal richting de nul gaan. En als n gelijk is aan k, de carrying capacity, dan groeit de populatie niet meer. Dus dan krijg je, als je dat over de tijd bekijkt, krijg je dus zoiets. Dan is hier de carrying capacity. Oké. Nou, wat hebben we vorige keer gedaan? We hebben gezegd, we kunnen een plaatje maken van de n-as. Dus deze as heeft weer hoeveel individuen er zijn. En vervolgens kunnen we voor iedere n kunnen we kijken, is bij die populatiegrootte, is de verandering in de populatiegrootte positief of negatief? Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben het stukje erachter genomen van de differentiaalvergelijking. Dat hebben we getekend. Dus in dit geval is het een parabole, want n maal n geeft een n-kwadraat. Dus het is een tweede graads functie. Je tekent die parabool en alles waar die boven de n-as zit, is die positief. Dus hier is de verandering in n, de populatieverandering is positief. En alles waar die eronder zit, geeft een negatieve dndt. Oké, en daar hebben we zo'n plaatje van gemaakt. Dus alles waar de verandering van n positief is, voor die populatiegroottes zal de populatie toenemen. En tekenen we een pijltje naar rechts. En alles waar het negatief was, tekenen we een pijltje naar links. Want bij deze populatiegroottes, als je daarmee begint, dan neemt de populatie af. Nou, zo'n plaatje noemden we een faseplaatje of een faseportret. En dit is in feite een kwalitatieve beschrijving van je differentiaalvergelijking. Nou, wat kon je hier aan zien? Je kon zien waar evenwichten zijn. Dus dat zijn de punten waarbij de verandering nul is, hè? Dat is waar deze grafiek de assen snijdt. Dus dat is bij de carrying capacity en bij nul. Nou, dat kun je hierop intekenen. En dan kun je vervolgens kun je ook zien of die evenwichten stabiel of instabiel zijn. En dat kun je dan hieraan zien. Als je dus alle pijltjes wegwijzen van het evenwicht, is je instabiel. En als je er naartoe wijzen, dan hadden we te maken met een stabiel evenwicht. En nog één ding. Je kon hebben dat je, als je hier bijvoorbeeld harvesting hebt, dus het wegvangen van individuen, dan
schuift die parameter, schuift die parabool naar beneden toe. En dan krijg je dus nieuwe evenwichten. En als je maar ver genoeg naar beneden schuift, dan had je geen evenwichten meer. Nou, dat verschijnen of verdwijnen van evenwichten, dat noemen wij een bifurcatie. En we hebben dus gezien dat parameters die kunnen die evenwichten beïnvloeden. Goed, dat was vorige keer. Wat we vandaag gaan doen is eigenlijk het vervolg daarop. En wat we vandaag gaan doen is eigenlijk, de rest van de cursus bouwt daarop voort. Dus de methodes die we vandaag doen, zijn de basis voor de rest van de cursus, zowel voor groepsgedeelte als voor mijn gedeelte. We gaan kijken naar systemen van twee differentiaalvergelijkingen. Dus tot nu toe hebben we één differentiaalvergelijking gehad, met één variabele. En nu gaan we naar meer variabelen. Dus dit zou één soort, één diersoort, één plantensoort kunnen beschrijven. Of één stof die verandert. En we zijn vaak in de biologie natuurlijk geïnteresseerd in meerdere dingen die veranderen en die elkaar beïnvloeden. Dus we gaan kijken naar systemen van twee differentiaalvergelijkingen. Twee dingen die elkaar beïnvloeden. Er zijn lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Daar gaan we even naar kijken. Voor lineaire systemen kunnen we een oplossing vinden. Dus die oplossing die gaan we behandelen. Vervolgens de verbinding, ja, wat heeft dat te maken met eigen waardes en eigen vectoren. En voor de gevallen waar we geen oplossing kunnen vinden, zullen we weer een kwalitatieve analyse moeten doen. En dan hebben we dus weer een faseportret, maar dan in twee dimensies, want je hebt te maken met twee variabelen. En dan gaan we weer evenwichten vinden, we gaan richtingen vinden, dat is die pijltjes hier. En we gaan iets doen dat heet nulclinus. Dat vertel ik zelf wat dat is. Vervolgens vatten we dat samen in een soort recept voor kwalitatieve analyse. En daarna ga ik nog even iets zeggen weer over bifurcaties in twee dimensies. Dus eigenlijk is het hetzelfde als vorige keer, maar dan in twee dimensies. En de volgende colleges gaan we dit verder uitbreiden. Oké. Het geval van één differentiaalvergelijking. We hadden dus de verandering van de variabele x, dus de veranderingssnelheid in dit geval van de variabele x, wordt gegeven door hetgene dat achter het is gelijkteken staat. Nou, dat kunnen we een functie noemen. Hè? En in de gevallen die we tot nu toe hebben gehad, en dat heet dan autonome differentiaalvergelijkingen, is die verandering eigenlijk alleen afhankelijk van x. Dus hier hebben we de verandering in n, de populatiegrootte, die is afhankelijk van de populatiegrootte. En een aantal parameters. Dus in principe, de snelheid waarmee x verandert, hangt af van x. De snelheid waarmee de variabele verandert, hangt af van de variabele zelf. Nou, nu gaan we naar situaties kijken waarbij je dus twee variabelen hebt. Nou, hier heb je de verandering van de ene variabele, x, en de verandering van de andere variabele, y. Dat kunnen bijvoorbeeld twee populaties zijn. En de snelheid waarmee x verandert hangt af van x, maar ook van y. En de snelheid waarmee die variabele y verandert, bijvoorbeeld de populatie, hangt af van ook van x en van y. Dus nu heb je twee variabelen die allebei veranderen. En de verandering in die variabele is afhankelijk van zichzelf en van de andere variabelen. Dus dat is allemaal wat ingewikkelder. Ik zal wat voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld gaat over chemicaliën, stoffen. Stel je voor deze situatie. Je hebt een stof, X. En je hebt de stof Y. En die twee kunnen in elkaar worden omgezet. Dus X kan worden omgezet in Y. En Y kan worden omgezet in X. En ze kunnen ook allebei worden afgebroken. Dus Y wordt afgebroken naar een stof Q. En X wordt afgebroken naar een stof P. Nou, als al deze snelheden 1 zijn. Bijvoorbeeld 1 micromol per minuut of zo. Dan kun je de concentraties van x en van y, de verandering daarin, kun je eenvoudig opschrijven. Dus stof x, die wordt gemaakt vanuit stof y.
Dus je hebt een positieve term. En die is 1, hè, de snelheid waarmee dat gebeurt, even voor het gemak. Dus de positieve term is i. En hij wordt afgebroken naar i en naar p. Allebei de snelheid 1. Dus hij wordt afgebroken met 2x. Dus iedere tijdstap, iedere minuut, wordt er 2 micromol van x verdwijnt er. Of een bepaald percentage van de concentratie in ieder geval. Hetzelfde kun je doen voor stof I. En dan krijg je natuurlijk dat. Nou, als je dit een beetje omschrijft, dan kom je uit op dit systeem, waarbij A is min 2, dat zo daar staat, B is 1, daar, en nou, hier is het zo staat. Oké? Ja, dit is een lineair systeem. Waarom? Er staan geen kwadraten in of andere rare dingen. Het is gewoon allemaal lineaire termen. Ja, niet alle systemen zijn lineair. De meeste biologische systemen zelfs niet. Dus het tweede voorbeeld is een predator pro systeem, zoals we dat noemen. Ja, wat gebeurt daar? Je hebt een prooi x en een predator y. De prooipopulatie, nou, die groeit exponentieel, maar met een dichtheidsafhankelijke groei. Dus dit is gewoon logistische groei, net als hier. En er is een negatieve term en dat is het wegvangen van prooi door de predator. Hij is de predator en één predator vangt een bepaalde fractie, iedere tijdstap een bepaalde fractie van de prooi weg. Die fractie is B. Dus dit is B mal X is de fractie van de prooi. Nou, die prooi die weggevangen wordt, wordt uiteindelijk omgezet in nieuwe predatoren. Nou is het natuurlijk niet zo als je bijvoorbeeld konijnen en vossen hebt, dat als je één konijn eet, dat er dan één nieuwe vos bij komt. Dus die B is meestal een stuk groter dan die C. En die predator die sterft ook met een bepaalde snelheid, een bepaalde fractie per jaar. Dan zul je hier, als je oplet, zien dat er geen sterfteterm in de prooi zit. Dus we gaan er even vanuit hier dat de sterfte verwaarloosbaar is ten opzichte van de... Dus eigenlijk dat alle prooien doodgaan aan predatie. Nou, bij Rob, volgende week woensdag gaan jullie veel meer leren over predator-prooisystemen. Wij gebruiken het nu al eens als voorbeeld. De groeisnelheid hier is 3. De kerncapaciteit is 1. Nou, dat is misschien een beetje vreemd. Ik denk, een kerncapaciteit van 1 prooi is niet zo heel veel. Maar dit betekent dus dat als x 1 is, dan is de prooipopulatie op zijn carrying capacity. Dus het is eigenlijk, is prooi en predator zijn uitgedrukt in percentage van de carrying capacity. Zo kun je het zien, als fractie van de carrying capacity. Nou, je ziet B is 1,5 en C is kleiner, is 3 keer zo klein. Dus voor iedere prooi die gevangen wordt, komen er... Nee, voor iedere 3 prooien die gevangen wordt, komt er 1 predator. Oké, nou, deze twee voorbeelden gaan we gebruiken. Dus deze twee staan ook in je reader. Nou, die oplossingen voor een systeem met 1 variabele, een eendimensionaal systeem, hadden we gezien dat als je hier gewoon een simpele exponentiële groei hebt met snelheid k, dan is de oplossing is een exponentiële functie, hè? Dus e tot de macht iets. Nou, dat is k mal t. Het kan ook exponentiële afname zijn als k negatief is. Keer een constante. En als je nou wil weten met een bepaalde beginpopulatie x0,
wat op een bepaald tijdstip de populatie is, dan vul je dus hier voor A vul je x0 in en voor K de groeisnelheid en dan krijg je daar je specifieke oplossing. Dus dit is de algemene oplossing en als je een beginwaarde invult voor A, dan krijg je een specifieke oplossing voor die populatie, beginpopulatiegrootte. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor een tweedimensionaal systeem. Dan krijg je dit. Nou, dat is wat, ziet er wat ingewikkelder uit. Dit is dan de algemene oplossing. Ik zal ietsje het licht dimmen, dan kunnen jullie het ietsje beter zien. Zo. Dat is bijna geen verschil. Oké. Dus hier heb je, in principe is dit een exponentiële groeiterm, hè? Die afhangt, hier heb je eigenlijk hetzelfde als wat daar staat. En hier heb je ook een exponentiële groeiterm, hier. En er komt een extra term bij. Dus de oplossing, zie je dat er voor x zijn er twee exponentiële termen. Nou, dit is niet echt exponentiële groei, want dit hangt niet af van x zelf, maar hangt af van y. Maar y hangt wel weer af van x. Dus het is een beetje moeilijk om van tevoren te zeggen wat er nou uit zal komen. Maar wat je wel ziet, is dat die oplossing hier is eigenlijk, lijkt erg op wat hier staat. Dus c1 en c2 zijn constantes. V1, x, v1, i, v2, x, v2, i ook. En de lambda's ook. Dus wat hier eigenlijk staat is, een constante maal een constante is dus een constante, net als hier, maal e tot de macht een constante maal t, net als hier. En er zijn twee van die termen bij elkaar opgeteld. Deze groeisnelheden, die lambda 1 en die lambda 2, die zullen op een of andere manier afhangen van wat hier staat. Dus dit is niet hetzelfde als de a. Maar hij hangt waarschijnlijk wel af van die A en van die B op een of andere manier. En hetzelfde geldt voor die dingen. Wat is precies die afhankelijkheid? Nou, ik heb laten zien tijdens het eerste college, toen we het hadden over vectoren en matrices, dat je een systeem als dit kun je schrijven in een matrixvorm. En dan ziet het er zo uit. Dus wat je doet is je zet die A, die B, die C en die D in een matrix. Die X en die Y zet je in een vector. En die DX, DT en die Y, DT zet je ook in een vector. Nou, als je deze uitvermenigvuldigt volgens de regels van matrixvermenigvuldiging, dan komt dit eruit. Dus je doet A keer X plus B keer Y en dat is dan... Wat er dan uitkomt is het bovenste. Nou, dan lees de pointer er mee op. Wat eruit komt is dan het bovenste deel hier. En hier doe je C keer X en D keer Y. Dus dat is wat hier staat. Die lambda's had je misschien al geraden. Dat zijn de eigenwaardes van deze matrix. Lambda 1 en lambda 2. Dus een 2x2 matrix had maximaal 2 eigenwaardes, als je misschien nog herinnert. En dat zijn deze lambda's. Nou, misschien heb je dan ook al geraden dat die v'tjes hier, dat zijn de elementen van de eigenvectoren. Dus bij iedere eigenwaarde van de matrix hoort er ook een eigenvector. Een vector zag er zo uit. Dus de eerste eigenvector ziet er zo uit. Dus dit is het x-gedeelte van de eigenvector, van de eerste eigenvector en het y-gedeelte van de eerste eigenvector. En dit is van de tweede eigenvector, die hoort bij de tweede eigenwaarde. Dus de lambda's zijn de eigenwaarden. Als je dit ding zo schrijft, zijn de eigenwaarden van deze matrix. En de v1'tjes en de v2'tjes zijn de eigen vectoren van deze matrix.
Nou, hoe zit het nou met de beginwaardes? Het is niet zo eenvoudig als hier, hè? Dat je gewoon één keer de x en de y ergens invult. Wat is er aan de hand? De initiële waarde heb je bij t is 0. Nou, bij t is 0 worden die exponenten worden 0, hè? Want je vermenigvuldigt die lambda met 0. Nou, iets tot de macht 0 is 1. Dus al die 1 machten die worden 1 op tijdstip 0. Dus wat je overhoudt is voor x op tijdstip 0 is dit ding maal 1 plus dit ding maal 1. Nou, is dus wat hier staat. Wel irritant dat die laserpointer na een paar seconden uitgaat iedere keer. Oké. En voor y geldt hetzelfde. Nou, hoe we dan die c'tjes bepalen, dat vertel ik zo. Nou, we kunnen eventjes een voorbeeldje geven. Even wat ruimte maken op het bord. Dit systeem hier, dat is wat ik net liet zien, hè, met die chemicaliën. Daar kunnen we de algemene oplossing van vinden. Nou, hoe gaat dat? Dan schrijf ik hem eerst in een matrixnotatie. Dit is een vector. Min 2, 1, 1, min 2. Dat zijn de constantes die daar voor de x en voor de y staan. Dus dit is in matrixnotatie dit stelsel. Nou, dan moeten we hiervan, van deze matrix, moeten we de eigenwaardes zien te vinden. Hoe ging dat ook alweer? Nou, die eigenwaardes van een matrix, die kon je vinden door de determinant van die matrix op te schrijven en gelijk te stellen aan 0. Nou, niet de determinant van die matrix, want je moest hier nog een min lambda en een min lambda neerzetten. Nou, gaan we even doen. Dus je neemt min 2 min lambda en hier doe je ook min 2 min lambda. En de rest blijft hetzelfde. Dit is 1, dit is 1. De determinant hiervan stel je gelijk aan 0. En dan los je op van lambda. Nou, wat was de determinant ook alweer? De determinant van de matrix in het algemeen is dit maal dit min dit maal dit. Dus in dit geval nemen we dit maal dit min dit maal dit. En dat stellen we gelijk aan 0. Dan krijg je min 2 min lambda. Ik zal het licht weer ietsje hoger zetten, dan kun je het bord ook zien. Min 2 min lambda. Hier, maal min 2 min lambda. Min 1 keer 1 is 1, is 0. Nou, dit kunnen we uitvermenigvuldigen wat hier staat. Hè? Dus dan krijg je min 2 maal min 2. Is hetzelfde als t maal 2. Is dus 4. Min 2 maal min lambda. Is dus plus 2 lambda. Nog een keer. En min lambda maal min lambda is lambda kwadraat. Dit. Kunnen jullie het achterin nog lezen? Oké. Nou, als we dat even herschrijven, dat alle kwadraatjes, alle lambda's en alle andere dingen bij elkaar staan, dan krijg je dus dit, lambda kwadraat. Die 2 lambda plus 2 lambda is 4 lambda. En 4 min 1 is dus plus 3. Nou, dit moeten we oplossen voor lambda.
Degene onder jullie die op de middelbare school goed waren in wiskunde, die zien het waarschijnlijk al meteen dat je dit kunt ontbinden in factoren. Precies. Want je kunt het schrijven als lambda plus 3. Want 3 keer 1 is 3 en 3 plus 1 is 4. Nou, degenen die niet zo goed waren in wiskunde op de middelbare school, die zien dat misschien niet meteen. Zoals ik. Je kunt het ook gewoon doen door de ABC-formule in te vullen. Kom je op hetzelfde uit, namelijk lambda is. Dus lambda plus 3 is 0 of lambda plus 1 is 0. Dus je komt uit op lambda 1 is min 3. En lambda 2. Dus min 1. Oké, okay, onze eigenwaarden zijn dus min 1 en min 3. Dan hebben we ook nog onze eigen vectoren nodig. Hoe vonden we die ook alweer? Nou, er waren een aantal manieren voor. De makkelijkste was door een van deze twee dingen te gebruiken. De snelle methode. Dus je vult bijvoorbeeld dit in, min b uit deze matrix. Voor onze eerste eigenwaarde vullen we dus in min b. De b staat daar, dus in ons geval is dat min 1. En onder vullen we a, dat is in ons geval min 2. Min de bijbehorende lambda in. Ja, onze laten we het even eerst doen voor min 1. Dus min min 1, dus plus 1. Dus onze. Dan wissel ik eventjes de. Wacht even, dit noem ik even lambda 2. En dit noem ik even lambda 1. In principe beginnen we meestal met de grootste eigenwaarde. Degene die in dit geval het minst negatief is, is dus min 1. Dus dit wordt min 1 en min 2 plus 1 is ook min 1. Ofwel, nou, een eigen vector kun je altijd vermenigvuldigen met een willekeurige constante. Dus dit is hetzelfde als 1 bij 1. Als je ze vermenigvuldigt met min 1. Nou, de andere eigen vector vind je op dezelfde manier. Dit wordt weer min 1. Dit wordt weer min 2. En dan wordt het min de andere. Dus min min 3 is dus plus 3. Nou, min 2 plus 3 is plus 1, hè? Dus je krijgt min 1, 1. Of 1 min 1. Dat maakt niet uit. Dus dit zijn onze eigen vectoren. Nou, nu moeten we hier nog een oplossing van maken. Nou, dit was de oplossing. Dus die kunnen we gewoon invullen. Dat doe ik even hier. C1 maal de x. Het x-gedeelte van de eerste eigenvector. Ja? Waarom is het van min 1 min 1 hetzelfde als min 1? Voor eigenvectoren geldt dat iedere. Je kunt een eigenvector altijd vermenigvuldigen met een willekeurige constante. En dan is het nog steeds een eigenvector. De reden. Kan ik wel uitleggen, maar. Ja? Dat had ook tt kunnen zijn. En het maakt uiteindelijk niet uit voor deze oplossing, want c1 en c2 zijn ook min of meer willekeurige constantes. Dus je kunt, als je deze v1 en die v2's, als je die vermenigvuldigt met 2, je vult ze hierin, dan is die c ook anders. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Dus we vullen nu eventjes, we gebruiken even deze, de 1. Dan hebben we tenminste geen dingetjes. Dus dit wordt c1 maal 1. Dus het wordt gewoon C1, oké. Okay. Maal E. De bijbehorende lambda was min 1, hè. Min 1 keer T is dus min T, oké. Okay. En die andere wordt plus C2
Dan hebben we deze nodig. Dus het wordt geen plus, maar het wordt een min dan. Want die vermenigvuldigt dit met min 1. Namelijk hetgene wat hier staat. De x-component van de tweede eigenvector. En dan krijg je e. En die lambda 2 is min 3, dus je krijgt dit. Dus dit is de oplossing voor x. En voor y doen we hetzelfde. C1. En dan nemen we de y-component van de eerste, dat is ook weer 1. En dan nemen we de y-component van de tweede, dat is in dit geval... is dat plus 1, oké. Dus dit wordt een plus. Oké, dit is de oplossing, de algemene oplossing van dit stelsel van differentiële afgelijking. Ja? Dat komt omdat wat je hier nog tussen zet eigenlijk, is die v1x en die v2x. Dus hier staat een 1 tussen. En hier staat een, die v2x is dus deze. Dus daar staat een min 1 tussen. Je vermenigvuldigt dit met min 1. En dan is, dit was een plus. Je vermenigvuldigt hier met min 1. Dus dit wordt een min. Bij die onderste gebruik je deze. De i-component van de eerste. Vul je hierin. Dus dit wordt hier een 1. En je gebruikt deze. En dit is ook een 1. Dus dit wordt een plus 1. Dit blijft gewoon een plus. Ja? U heeft voor de lambda... Als je die andersom hebt, krijg je dan andere antwoorden. Uiteindelijk niet. Dus als je ze omkeert, dan krijg je hier dus min 3. Maar dan krijg je, gebruik je dus ook de bijbehorende eigenvector van min 3. Dus je verwisselt alleen maar die twee termen dan. Je wisselt niet alleen de lambda's om dan, maar ook de vectoren. Dus ik haal weer even die eentjes weg, want dat is alleen maar overbodig. Nou, dit voorbeeld staat ook in je boek, als je nog een keer na wilt kijken. Ja? En C1 is dus afhankelijk van ja, die C1 en die C2 zijn constantes die afhangen van de beginwaardes van x en y. Dat ga ik zo laten zien. Ja. Ja. Dus die constante is voor de algemene oplossing is dat een willekeurige constante. Voor de specifieke oplossing, als je met een bepaalde x en y begint, zijn dat min of meer vaste waarden. Maar die wel veranderen inderdaad afhankelijk van welke eigenvector je hebt gebruikt. Dit soort oplossingen... Dus zo'n analytische oplossing... kunnen we alleen vinden voor eenvoudige systemen. Dus net als in eendimensionale differentiële vergelijkingen, zeg houdt een beetje ingewikkelder wordt dan dit, weten we eigenlijk niet meer, kunnen we niet meer bepalen wat de oplossing van de variabelen in de tijd is. Dit werkt eigenlijk alleen voor lineaire stelsels. Zoals dit. Als we een niet-lineair stelsel nemen, zoals het Predator-Prooi systeem, kunnen we dit niet meer doen. Dan moeten we iets anders doen, dan moeten we lokaal, moeten we er een lineair stelsel van maken. Dat heeft Rob al een klein beetje laten zien op woensdag. Dat gaan we nog meer doen volgende week vrijdag. Oké. Als je nu dus dit geeft. Het verloop van x. Bijvoorbeeld als x en y populaties. Oh nee, we hadden dus gezegd chemicaliën. Hè? Dit geeft het verloop van de concentratie of de hoeveelheid x in de tijd. En dit de hoeveelheid van stof y. Nou, dit zijn, als je met een bepaalde hoeveelheid begint, dan kun je een specifieke oplossing krijgen. Dus dan weet je de waardes van die C1 en die C2. Nou, hoe vind je die waardes voor C1 en C2? Nou, stel we beginnen met x is 1 en y is 2. Dan kun je dat gewoon invullen.
Dus dan kun je zeggen x op tijdstip 0 is dus c1 maal e tot de macht min 0 is dus 1. Dus deze term wordt, die e tot de macht iets wordt gewoon 1 op tijdstip 0, hè? Een beetje irritante projector hier. Min c2 en deze term wordt ook 1. Dus hier staat gewoon c1 min c2 en we hadden gezegd x, de beginwaarde van x gebruiken we 1. Dus als je dit oplost, dan weet je nog niks, want je hebt twee variabelen hierin staan. Maar we hebben ook nog een i. Dus dit wordt ook 1, dus dit wordt c1. Hier wordt een plus. En de beginwaarde van i was 2. Nou, als je dit oplost. Dit is een stelsel met twee variabelen en twee vergelijkingen. Nou, zoals je misschien herinnert van de middelbare school, kun je dat oplossen. Dat betekent dat hier kun je de c1 bijvoorbeeld uit vrijmaken. C1 door die c2 naar de andere kant te brengen. Dus dan krijg je is 1 plus c2. En vervolgens kun je dit invullen als die c1. Dus dan krijg je voor die onderste krijg je 1 plus c2. Dus c's zijn niet zo handig, want dat lijken net haakjes, maar goed. Plus c2 is 2. Nou, als we hieruit de c2 weer vrijmaken, dit is dus 1 plus c2 plus c2. Dus het is 2c2, hè? En ons is mijn bord helaas op. Ik ga even hier verder. Dus we krijgen 1 plus 2c2 is 2. 2c2 is 2 min 1. Ofwel 2c over 2c2 is 2 min 1 is gewoon 1. Links en rechts delen door 2. C2 is een half. Nou, dan weten we C2, weten we C1 nog steeds niet. Maar C2 was 1 plus C2, dus 1. C1, pardon. C1 is 1 plus een half, is dus anderhalf. Dus gewoon invullen. Dus je maakt deze vrij, je vult hem in die. Je maakt die vrij en je vult hem in die. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, we weten dus de waardes voor C1 en C2 nu. Mag dit weg? Ik hoor geen protesten, oké. Oké. Zullen we even stil kunnen zijn? We weten dus nu, hebben we een specifieke oplossing, want we weten de waardes voor C1 en C2. Hè? Dus we kunnen ze hier invullen. Onze C1 is dus, wat had ik nou net gezegd, anderhalf. Hè? Anderhalf, hier ook. Anderhalf. Ik heb een beetje een rommeltje van. En onze C2 is een half. Dus dit is de specifieke oplossing voor x0 is 1 en i0 is 2. Dus als je met x1 begint en i2. Dan krijg je dit verloop over de tijd. Dus hij staat hier ook. Nou, hoe ziet dat eruit? Dus hoe zal x en y, hoe zullen die zich gedragen? Nou, we kunnen dat tekenen natuurlijk. Dit is de tijd. Nou, met wat voor dingen hebben we te maken?
Is dit makkelijk te tekenen of niet? We hebben dus twee exponentiële termen. Hè? Die zijn allebei hetzelfde ook voor deze en voor deze. De ene is eigenlijk een exponentiële afname die begint bij anderhalf. Dus als je die term zou tekenen, dan zou je zoiets krijgen. En de andere is ook een exponentiële afname die ietsje sneller gaat en die begint bij een half. Dus dit is 1, dit is een half, zo. Die doet ook zoiets. Dus dit is die bovenste lijn. Dit is eigenlijk een half. Die bovenste lijn is deze term. En die onderste lijn is deze term. Nou, wat doet x over de tijd? Dat is eigenlijk dit min dat. Dus het is eigenlijk het verschil tussen deze twee lijnen. Dus als we in de tijd het verloop van x tekenen, nou dat begint bij 1. Nou dat klopt ook wel, want je neemt het verschil tussen een half en anderhalf, dus dat is precies 1 inderdaad. En op het begin zul je zien dat loopt dit nog redelijk parallel aan elkaar. Dus het blijft een tijdje, blijft het verschil een beetje constant. Het blijft in de buurt van 1. En op een gegeven moment gaat hij vrij snel afnemen. Dan wordt de afstand dus wezenlijk een keer kleiner, dus je krijgt zoiets. Dus dit is het verloop van x. Nou, y, dat zijn eigenlijk deze grafieken bij elkaar opgeteld, hè? Deze term bij deze term opgeteld. Dus dat zal afnemen. Als je ze bij elkaar optelt, dan krijg je gewoon iets dat afneemt. En het begint bij 2, klopt dat? Ja, want een half plus anderhalf opgeteld is 2. En dat zal gewoon afnemen. Dus dat is y. Nou, dit is een vrij grove schets. Maar het zijn dus allebei afnemende functies. Ze nemen allebei af. Ja? Dit is de hoeveelheid, dus dit is x of y op de y-as. Om het even ingewikkeld te maken. En dit is de tijd. Dus als je dat in twee losse grafieken tekent, krijg je dit. Dit is netjes met de computer getekend. Dan zie je voor x is de afname, die s die ik had getekend is een beetje overdreven, maar voor x is de afname zo. En voor y vanaf 2 gaat die ook omlaag. Dus dit is x tegen de tijd en dit is y tegen de tijd uitgezet. Als je deze vergelijkingen tekent. Dus ze gaan allebei naar 0. Nou, dat hadden we op zich ook al kunnen verzinnen al, want we hebben exponentiële functies met allemaal negatieve exponenten. Dus als t heel groot wordt, dan worden die exponenten heel groot negatief. Heel negatief. En iets dat tot de macht heel negatief is, dat is heel klein. Dus al deze termen gaan uiteindelijk naar 0. Als je t heel groot maakt. Dus we hadden eigenlijk al kunnen zien aan het feit dat onze lambda's allebei negatief zijn, dat dit hele systeem naar 0 gaat. Dus we hadden niet eens deze grafiek hoeven tekenen eigenlijk. Nou, je kunt dit nog op een andere manier tekenen. We hebben te maken met twee variabelen. Ik heb ze nu hier, daar staan ze in losse grafieken, hier heb ik ze in één grafiek gezet, maar je kunt het nog op een andere manier doen. Je kunt x en y tegen elkaar uitzetten. Nou, als we dan nemen, dit is 2, 1, 1, 2. We beginnen bij x is 1. Dus hier, en y is 2. Dus dat is dit punt. Het is ons beginpunt. Een beetje scheef. Ja, dit is ons beginpunt. Dan zal het begin. Dus we gaan dus hierheen, hè? In de loop van de tijd gaan we daarheen. Nou, hoe gaan we daarheen? Op het begin neemt 1, neemt de x, neemt nog niet zo heel erg af. Die blijft een tijdje constant. Dus we gaan naar beneden toe. En uiteindelijk gaat de x afnemen, dus dan gaan we daarheen. En de y die gaat eigenlijk meteen wel afnemen. Dus we krijgen zoiets. We gaan die kant op.
dit is een beetje een vreemde manier van tekenen misschien, want hier is de tijdsas verdwenen. Je ziet wel x en y. En de tijd is eigenlijk het volgen van die lijn. Maar deze manier van tekenen heeft één heel groot voordeel. Kan iemand verzinnen wat het is? Je kunt hier namelijk iets wel tekenen wat je bij die andere niet kunt tekenen zonder dat het een rommeltje wordt. Namelijk verschillende beginwaardes. We hebben nu deze grafieken getekend voor de beginwaarde voor y is 2 en de beginwaarde voor x is 1. Dan krijg je al twee lijnen. Nou, als je daar meer lijnen in gaat zetten, dan kun je absoluut niet meer zien wat er gebeurt. Bij deze is dat heel makkelijk. We kunnen ook, in principe, als we dit allemaal herhalen voor andere beginwaardes, bijvoorbeeld 2,2, dan krijg je misschien ook wel zoiets. En dan kun je dus zien, dit zal ook naar 0 gaan, hè, want in principe kan wel. Nou, dat is heel handig. Oké. Nou, hier hebben we weer onze grafieken, zoals met de computer getekend. En hier hebben we dus het plaatje wat ik hier had getekend, maar dan met de computer. En dit noemen ze een faseplaatje of een faseportret. Deze ruimte noemen ze een faseruimte. En dat is eigenlijk de tweedimensionale variant. Een beetje van dit. Dit is ook een faseruimte, een faseportret. Maar dan in één dimensie. En hier heb je in twee dimensies. Nou. Nog één dingetje voordat het pauze is. Ik heb dit nu met de hand getekend. Dat is natuurlijk ontzettend veel werk. En zeker als je dat voor meerdere beginpunten wil doen. In principe teken je dit meestal met de computer. Als je dit soort dingen wil tekenen. En één zo'n lijntje, dat noemen ze een trajectory. Dat is dus eigenlijk de route, zeg maar, die x en y afleggen door de tijd. In Nederlands zou je dat een trajectorie kunnen noemen. Dat vind ik altijd een beetje een raar woord. En in principe heeft ieder beginpunt heeft zijn eigen route, hè? Zijn eigen trajectory. Dus als je hier begint, dan ga je waarschijnlijk ook naar 0. Nou, als je dat met de computer doet, je kunt gewoon de computer voor ieder beginpunt laten uitrekenen wat de route is. Dan krijg je zo'n plaatje. Dus je ziet bij dit plaatje is anders. Hier hebben ze ook de negatieve waarden getekend. Hè? Nog eventjes, mag ik nog even stilte? Ik ben bijna klaar. Wat hier gebeurt op dit plaatje. Je ziet, dit was ons plaatje wat we zelf getekend hadden. En nu hebben we gewoon voor heel veel verschillende beginpunten ingevuld. Hebben we de oplossing berekend. En dan zie je dat ze inderdaad allemaal naar 0 gaan. Nou, dat hadden we eigenlijk al kunnen voorspellen aan de hand van deze oplossing. Namelijk, omdat deze dingen allemaal negatief zijn, zul je vanaf ieder beginpunt. Maakt niet uit wat je voor C1 en C2 invult. Je gaat altijd uiteindelijk naar 0 toe. Maar wel iedere keer natuurlijk via een iets andere exponentiële afname. Dus daar zijn al deze routes. Al deze trajectories. Nou, dus alles gaat naar 0 toe. Dat hadden we al kunnen zien aan de eigenwaardes. En nou, zoals alles, dat maakt dus niet uit waar je begint, met welke x en y-waardes je begint. Ook als je het plaatje een stuk groter maakt. Je gaat altijd naar dit punt 0,0 toe. Dus 0,0 is een stabiel evenwicht of een attractor van dit systeem. Nou, is er nog één interessant ding wat je hier aan kunt zien. Degene die hebben opgelet bij het eerste college weten misschien nog dat ik had verteld dat de eigen vectoren die bepalen wat het effect is van een transformatiematrix. Dus in dit geval is eigenlijk, is eigenlijk onze transformatiematrix, dat is dit ding. Die vermenigvuldigen iedere keer met x en y. Iedere tijdstap eigenlijk. Wat er dan gebeurt, is dat je uiteindelijk deze vector x en y, dus de waarde van x en y, roteert in de richting
van de eigenvectoren, als je misschien nog herinnert. Nou, die eigenvectoren, we hadden als eigenvectoren hadden we voor de grootste eigenwaarde hadden we 1,1, hè? En die andere was min 1, 1 of 1, min 1. Als je hier oplet, dan zie je misschien dat deze lijn, dus 1, 1, is dus 1 naar rechts, 1 omhoog, dat is deze lijn. En die andere, min 1, 1 of 1, min 1, dat is deze lijn. Nou, als je goed kijkt naar al die trajectories, dan zie je dat die uiteindelijk allemaal aangetrokken worden tot deze lijn. Dus die gaan via de grootste eigenvector gaan ze eigenlijk naar het evenwicht toe. En die andere, die kleine eigenvector, die route volg je eigenlijk alleen maar als je toevallig op die eigenvector ligt. En deze vector die vormt dus ook eigenlijk een scheidingslijn tussen twee attractiegebieden. Namelijk al die punten aan deze kant, die allemaal via deze route naar het evenwicht gaan, en alle punten aan deze kant. Dat hoef je niet te onthouden van mij, maar het is wel handig om te weten. Die dingen hebben ook namen, manifolds en separatrix, maar daar gaan we nu even niet op in. Dit ga ik straks vertellen. Ik stel voor dat we eerst even pauze houden. En dan zie ik jullie hier. Zo. We moeten nog best een paar dingen behandelen, dus ik ga weer verder. Oké. Ik geef jullie aandacht weer mag. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben dus net een faseportret getekend, hè, van dit systeem. En daarbij geconstateerd dat het systeem een evenwicht heeft bij 0,0. Dus als x 0 is en y 0, dan hebben we een evenwicht. Nou, dat is op zich, hadden we dat ook al direct aan deze formules kunnen zien. Want als je hier, nou, we hebben al geleerd dat aan een differentiaalvergelijking kun je al zien wanneer er een evenwicht is. Want als er uit de differentiaalvergelijking een 0 komt, dan betekent het dat de verandering 0 is en dan ben je dus in evenwicht. Nou, wanneer is de verandering van deze 0? Nou, in ieder geval als dit 0 is en dit 0 is. Dus als x en y 0 zijn, komt hier 0 uit en dan komt hier ook 0 uit. Dus alle veranderingen zijn 0 als je hier voor x en y 0 invult. Dus we hadden eigenlijk al, zonder hier moeilijk te hoeven doen, hadden we al direct kunnen zeggen, oké, evenwicht ligt bij 0,0. Nou, dat geldt in het algemeen bij stelsels van differentiaalvergelijkingen. Hier kun je dat vrij makkelijk zien. Maar het is niet altijd het geval natuurlijk. Dus als je een systeem van twee differentiaalvergelijkingen hebt, waarbij de eerste wordt gegeven als functie van x en y en de andere door een andere functie van x en y, dan kunnen er één of meerdere evenwichtspunten zijn. Die noemen we even x-sterretje, y-sterretje, noemen we een evenwicht. Dat zijn dus bepaalde coördinaten. Als hier nou 0 uitkomt, dus als deze functie f 0 oplevert voor een bepaalde x en y, dan is x dus in evenwicht, hè? Dat wil niet meteen zeggen dat y in evenwicht is dan. Het zou kunnen zijn dat voor die x en y dat deze g niet 0 is. Dan heb je dus geen evenwicht. Want het kan wel zijn dat x 0 is. Maar als x niet verandert en y wel. Nou, x hangt af van y. Dus als y gaat veranderen, gaat x ook weer veranderen. Dus om evenwicht te hebben, moeten allebei deze differentiaalvergelijkingen gelijkgesteld worden aan 0. Als allebei deze dingen 0 zijn, dus m f op een bepaald punt x, y is 0, x sterretje, y sterretje, en de verandering van y op datzelfde punt is ook 0, dan heb je een evenwichtspunt. Nou, zoals ik al zei, als maar één van de twee 0 is, dan krijg je dus nog steeds verandering in één van deze. Dus als de x dt 0 is,
maar dy dt niet, dan verandert dx dt op dat punt niet. Maar y wel en uiteindelijk x dus ook. En andersom. Nou, een voorbeeld. Dan nemen we weer onze twee voorbeeldsystemen. Nou, bij deze kunnen we eigenlijk al zien, hè, dat voor 0,0 komt hier 0 uit en hier ook. Maar misschien zijn er nog andere x en y-waardes waarvoor dit ding 0 is, dus laten we dat gewoon even oplossen. Dus als dx dt 0 is en bij y dt 0 is, dan heb je evenwicht. Nou, dat stelsel kunnen we oplossen. Dus als we dit stelsel voor x en voor y oplossen, dan weten we al onze evenwichtspunten. Nou, dat is weer een stelsel oplossen met twee variabelen en twee vergelijkingen. Dat betekent, je maakt hier nou, bijvoorbeeld de y vrij. Breng je deze min 2x naar de andere kant, krijg je 2x. Dus y is 2x, komt uit de eerste vergelijking. Die y kun je hier invullen. Dus je krijgt voor die tweede vergelijking x min 2 maal 2x, is dus 4x, is 0. Ofwel, x is 0. Dat je kunt, als x, dit is waar als x 0 is, hè? Er staat hier allebei een x in. Nou, die x is 0 kun je weer hier invullen en dan kom je, y is 2 keer 0 is 0. Dus je krijgt 0,0 is een evenwicht hier. Nou, misschien heb je al gezien dat het maakt eigenlijk niet uit wat die a. Dus eigenlijk als je een algemeen stelsel hebt. Het maakt niet uit wat de a, de b, de c en de d zijn. De oplossing van een lineair stelsel is altijd het punt 0,0. Dus als je een lineair stelsel hebt, dan heb je altijd maar één evenwicht en dat ligt bij 0,0. Nou, oké, dat is makkelijk. Wij zeggen klaar, maar goed. De meeste biologische modellen zijn geen lineaire systemen, had ik al gezegd. En die hebben dus mogelijk andere evenwichten of zelfs meerdere evenwichten. Nou, daaronder is dus het Renate-Prooi voorbeeld weer. Nou, die zal waarschijnlijk wat lastiger zijn, maar in principe is het oplossen daarvan werkt op precies dezelfde manier. Dus wat je op gaat lossen is dit. En dit. Dat is weer een stelsel van twee vergelijkingen met twee variabelen, dus dat kunnen we oplossen. Het is alleen wat lastiger. Even kijken, dus wat moeten we hier doen? Het makkelijkste is om te beginnen met de tweede vergelijking en hier de y uit vrij te maken. Nou, als je kijkt naar die tweede vergelijking, dan zie je eigenlijk al meteen dat y is 0 hiervan een oplossing is. Want als y 0 is, dan is deze term 0, want hier staat een y in. En dan is deze term ook 0, want hier staat ook een y in. Dus dat betekent dat je een oplossing hebt, y is 0. En als die y 0 is, is dit dus waar, hè? Maar het kan ook zijn dat dit andere gedeelte bij elkaar 0 is. Dus je kunt hier de y buiten haakjes halen. Dat zal ik eerst even doen. Dus je kunt zeggen y 0,5x min 0,25 is 0. Zo kun je hem schrijven. Dat betekent dus dat als y 0 is, dan komt hier 0 uit. En als deze term 0 is, dan komt hier ook 0 uit. Dus onze oplossingen zijn y is 0 of 0,5x min 0,25 is 0. Let op, maak niet de fout. En heel veel van jullie gaan dat een keer doen.
Maak niet de fout door dit ding om te gaan schrijven. Dus de eitjes en de x's naar een andere kant. En dan te zeggen, hé, er staat aan allebei de kanten staat een i. Dus ik deel links en rechts door i, dan ben ik hem kwijt. Dat is wel zo. Dan krijg je namelijk dit. Maar dan mis je de oplossing i is 0. Dus op het moment dat je aan allebei de kanten dezelfde variabele ziet staan en je kunt hem wegdelen, dan moet je altijd een alarmbelletje gaan rinkelen. Dan moet je denken, hé, als die variabele 0 is, dan heb ik een oplossing. Let daarop. Dus dit ding is 0, betekent 0,5x is 0,25. Kunnen we aan allebei de kanten vermenigvuldigen met 2, krijgen we x is 0,5. Oké. Dus uit deze vergelijking krijgen we y is 0 of x is 0,5. Die twee moeten we allebei invullen in die bovenste vergelijking om de bijbehorende x dan wel y-waarde te krijgen. Nou, laten we beginnen met y is 0. Dat is makkelijk. Dus y is 0 geeft in die bovenste vergelijking wordt deze term 0, hè? Dus dan krijg je 3x 1 min x min 0 is 0. Nou, dat kunnen we oplossen voor x. Even deze uitvermenigvuldigen. 3x min 3x kwadraat. Oh, wacht even. Precies, x is 0 is hier weer een oplossing. Er staat in alle termen staat een x. Dus we kunnen net zo goed zeggen, dat dit is 0, betekent in feite 3 min 3x. Zo. Dus x is 0 is een oplossing. Nou, die hoort bij die y is 0. Hè? Dus we hebben een punt, 0,0. Dat is een van onze evenwichten. En, of, dit ding is 0. Nou, wanneer is dit ding 0? 3 naar de andere kant brengen. Min 3, dus x is 1. Nou, x is 1 hoort ook weer bij y is 0, dus we krijgen het punt 1,0. Oké, zijn we nog niet klaar? Want we hebben nog een oplossing. X is 1,5. Die moeten we ook invullen in die bovenste vergelijking. Dat ga ik even hier doen. Wordt een beetje een rommeltje, sorry. Maar ik heb zo meteen die ruimte weer nodig. Dus x is 1,5. Moeten we hier invullen. Dan krijgen we drie keer 1,5 is dus 1,5. Anderhalf krijgen we hier. Maal 1 min 1,5. Min 1,5 keer 1,5 is 0,75. Ik maak een beetje. Wacht even. Ik ga een lijntje zetten hier. 0,75 i is 0. Dat past eigenlijk niet meer. Sorry voor het gepriegel. Nou, hier moeten we deze i naar één kant en de rest naar de andere kant. Dus dan krijgen we min 0,75 maal i is wat hier staat, even kijken hoor. En dan min, hè. 1 min 0,5. Dit even uitvermenigvuldigen. Min 1,5 maal 1 is dus min 1,5. En min 1,5 maal min 0,5 is min 0,75. Ja.
Dat wordt inderdaad een plus. Sorry. Minnetjes en plusjes. Ja? Nog eens? Ja? Ja. Dus die gelden allebei. Ja. Dus dit zijn allebei oplossingen voor I is 0. Sorry voor deze onderbreking. Oké. Nou. Hier even verder. Oké, min 1,5 plus 0,75 is dus het plus. Ja? Oh, sorry, nog een vraag. Ja? Volgens mij moet het wel zo kloppen, maar ik zie niet helemaal wat je vraag is. Min 0,75, oh, dat is gewoon wat hier staat. Ik heb dit naar de andere kant verplaatst. En hier staat al een min. Dus er wordt deze min. Oké. Okay. Min 0,75. I is... Nou, dan wordt dit min 0,75. Ofwel... I is 1. Snelle mensen hadden het al lang gezien. I is 1. Oké. Okay. Even... Om het een beetje overzichtelijk te houden. Dus hier komt uit... Bij x is 0,5, wordt i is 1. Dus 0,5 bij 1 is ook een oplossing. Dus we hebben 3 oplossingen voor dit systeem. Dus we hebben 3 evenwichten. Nou, dat ga ik even tekenen. Dit is x. Dat is mijn... prooipopulatie, hè? Om even een biologische interpretatie eraan te geven. En I is de predator. We hebben 3 evenwichten, 0,0. Nou, dat is op zich, de biologische interpretatie daarvan is, je hebt geen prooi en geen predator. Nou, goed, dan gebeurt er niks, dat lijkt me logisch. Je hebt 1,0. Dus dat is... Nou. Even zo. 1,0. Dat is een evenwicht. En ik had hier de carrying capacity is 1 in dit geval, dus die is hier een beetje uitgevallen. Maar dat betekent, de biologische interpretatie daarvan is in dit geval... percentage van de carrying capacity. Hè? Hier zit gewoon de prooi, hier heb je geen predator en zit de prooi op zijn carrying capacity. Dus dat is inderdaad een evenwicht. Als je geen predator hebt, dan blijft de prooi daar een evenwicht. En je hebt dus een evenwicht waarbij ze allebei naast elkaar bestaan. 0,5 bij 1. Dus hier heb je ook nog een evenwicht. Oké. Okay. Nu hebben we de evenwichten wel gevonden. Maar hoe zit het met het verloop? Als je op een willekeurig punt begint, bijvoorbeeld 1,1. Waar ga je dan heen? Ga je dan naar dit evenwicht of dit evenwicht? Je zult naar een evenwicht gaan waarschijnlijk. Nou, biologische intuïtie kan je misschien vertellen dat je waarschijnlijk naar dit evenwicht zult gaan, maar hoe dan? Ga je daar recht naartoe? Of ga je met een bochtje? Nou, wat we kunnen doen, om dat te bepalen, is we kunnen op een bepaald punt, als we willen weten welke... Mag ik even de aandacht?
Als we willen weten wat de prooi en de predator in dat geval doen, of ze afnemen of toenemen, kunnen we gewoon naar de differentiaalvergelijkingen kijken. Dus stel we nemen het punt 1,1, dit punt. Dan kunnen we gewoon invullen. Dus dit was dx dt, hè? En dit is di dt. Dus als we willen weten of we naar rechts gaan of naar links, dan vullen we gewoon op het punt 1,1 vullen we dit in en dan weten we wat de verandering is in de x-richting. Als die nou groter is dan 0, dan zal de verandering in de x-richting positief zijn, gaan we die kant op. En als die kleiner is dan 0, dan gaan we die kant op. Dus in feite doen we precies hetzelfde als bij ons eendimensionale faseplaatje, waar we een pijltje naar rechts zetten als d en dt groter was dan 0 en een pijltje naar links als je kleiner was dan 0. Dat doen we hier in twee dimensies. Waar is mijn afstandsbediening? Hier. Oké, nou voor het punt 1,1 bij deze vergelijking kunnen we dat zo zien. Dat is dus 3, krijgen we hier. Dit wordt 1, min 1 is 0. Dus dit wordt, deze term wordt 0. Dit wordt 1,5 maal 1 maal 1, dus wordt dus min 1,5. Dus hij is negatief. De xdt is hier negatief, dus we gaan naar links. Nou, dat hadden we in principe al bedacht, want je zult dan waarschijnlijk naar dit evenwicht gaan. En hetzelfde kun je doen met wat doet de predator? Neemt hij toe of neemt hij af? Dat wordt bepaald door deze vergelijking. Dus als we dat, als die groter is dan 0, neemt de predator toe. Als die kleiner is dan 0, neemt de predator af. Dus voor een bepaald punt, nou, dan nemen we even weer 1,1. Kunnen we hem gewoon invullen. Dit wordt 0,5. Min 0,25. We krijgen dus een lichte toename. Dus we gaan schuin omhoog. Nou, we kunnen zelfs zeggen hoe schuin omhoog, want de verandering dx dt was min 1,5. Hè? En dy dt in dat punt was, wat zei ik nou, 1,5 min 1/4, dus 1/4, 0,25. Dus je krijgt eigenlijk een vector. Oh. Min 1,5 bij 0,25. Als je dat zou tekenen, dan zou je de richting ook hebben. En dat is, nou je gaat in feite, dit is 6 keer zo klein als dit. Dus je gaat in principe 6 naar links voor 1 omhoog. Nou, je krijgt, dus 1 op 6, je krijgt zoiets. Licht schuin omhoog ga je. Dus je gaat iets over dit punt heen misschien. Nou, om precies te kunnen zien wat er gebeurt, moet je dus voor een heleboel beginsituaties, moet je eigenlijk dit doen. Kijken waar je heen gaat. Nou, dat ga je natuurlijk niet allemaal zelf doen. Laat je lekker de computer doen, krijg je zo'n plaatje. Oké, dit is ons punt 1,1. Dat was hier. Je gaat inderdaad, nou, je kunt het nauwelijks zien, maar je gaat licht schuin omhoog. Dus wat de computer dan doet, is op ieder punt uitrekenen wat de verandering in de x-richting is, wat de verandering in de y-richting is. En dat tekenen. En dan de richting tekenen. En je ziet dus dat je dit suggereert. Dus als je met een bepaalde positieve prooi en predator begint, dat je dus naar links zult gaan. Dan neemt vervolgens de predator af. Dan neemt de prooi weer toe. En uiteindelijk kom je waarschijnlijk hier in een evenwicht uit. Met een slingertje. Maar het is niet heel goed te zien. Want wat gebeurt er hier? Hier zie je een pijltje naar rechts en een pijltje naar links. Waar ga je nou heen? Dus dit plaatje zegt op zich, laat al een hoop zien. Maar het is een beetje moeilijk te interpreteren. Kunnen we dit misschien op een makkelijkere manier doen?
Nou, het antwoord is uiteraard ja. Als we nog even goed naar het plaatje kijken, dan zie je dat er eigenlijk, bijvoorbeeld hier, heb je blijkbaar een overgang tussen de prooi die groeit en de prooi die afneemt. Dus er moet hier ergens een scheidingslijn zitten tussen groeien en afnemen. En hier neemt de predator licht toe, hè? En hier ook. En hier ook. Maar hier neemt hij af. Dus er moet ook ergens een scheidingslijn zitten tussen toename en afname van de predator. En eigenlijk zijn er kwalitatief zijn er maar vier mogelijkheden. Namelijk, de prooi neemt toe of de prooi neemt af. Dus, de XTT is positief of hij is negatief. En de predator neemt toe of de predator neemt af. Dus de EDT is positief of negatief. Nou, combinaties van die twee mogelijkheden voor ieder geeft vier mogelijkheden. En als je nou niet precies hoeft te weten hoe groot die toename of afname in iedere richting is, dan kun je dus dit een stuk vereenvoudigen. Nou, je kunt je voorstellen dat er is dus een overgangssituatie van naar rechts gaan, dus de prooi neemt toe, naar de prooi neemt af. Daar moet ergens iets tussenin zitten met de prooi verandert niet. Nou, natuurlijk is het evenwicht is zo'n punt, hè? In het evenwicht zijn dx, dt en de idt allebei nul, dus de prooi en de predator veranderen niet. Maar hieronder gebeurde dat ook. Dus je had een bepaald moment dat je dus weinig verandering in de x-richting hebt. Op een gegeven moment moet de verandering in de x-richting eigenlijk min of meer nul worden. En aan de andere kant ook. Dus je moet ergens een overgang hebben tussen de x. Dus prooi groeit en prooi neemt af. Daartussenin moet ergens een lijn liggen met de prooi verandert niet. Nou, dat is als we die grenzen nou kunnen vinden. En hetzelfde geldt voor de predator. Er moet ergens een grens liggen tussen de predator neemt toe en de predator neemt af. Als we die grenzen kunnen vinden, dan kunnen we gewoon in ieder gebied kunnen we zeggen, oké, in dit gebied neemt de prooi toe en de predator toe. In dit gebied neemt de prooi af en de predator toe, et cetera. Dus je kunt een van deze situaties dan toekennen aan ieder gebied. Nou, gaan we doen. Dus de overgang van deze naar deze en de overgang van deze naar deze, daartussenin moet een gebied liggen met dxdt is 0. Nou, dat noemen we nulkline. In dit geval de x-nulkline. Dus dat is eigenlijk de grens tussen de prooi neemt af en de prooi neemt toe. En wat er dan gebeurt, bijvoorbeeld als dit de nulkline is voor x. Dus hier geldt op deze lijn geldt dat x niet verandert. En alleen y verandert. Dus je hebt hier heb je y neemt toe, x neemt af. En naarmate je dichter bij deze lijn komt, is de afname van x steeds kleiner. En als je op deze lijn neemt, dan is de afname op deze lijn bent, pardon, dan is de afname van x is 0. En heb je dus alleen maar y. En y wijst hier naar boven en hier ook. Dus je gaat altijd van onder naar boven door deze lijn heen. En hierboven is de toename, is de verandering van x positief. Dus dit noemen we een x-nulkline. En aan beide zijden, aan weerszijden van die nulkline moet de richting van x omgekeerd zijn. En op de nulkline is x per definitie 0. We hebben niet x is 0, maar de verandering van x is 0. Ja. Maar als je nou een lijn neemt en ze wijzen niet naar de lijn toe, maar van de lijn af kan dan. Nu naar elkaar toe wijzen aan de kant van allebei de kanten van de lijn. Ja, andersom kan ook. Dan is hij dus weer niet nul. Dus je kunt ook de situatie hebben dat je een lijn hebt en hier heb je dit. En op het moment dat je deze lijn oversteekt, heb je niks en dan heb je daarna dat. Nou, hetzelfde geldt voor y. Je kunt ook een y-nulkline vinden. En dat is het verschil dus tussen deze twee, waarbij y positief is, en deze twee waarbij y negatief is. Dat is dus ook weer een lijn
Aan de ene kant daarvan, als I positief is, dan is op die lijn is I verandering, I, ik zeg wel iedere keer I, maar ik bedoel de verandering in I, hier positief is, dan is die hier 0, dus je hebt alleen maar verandering in X. Dus je gaat er horizontaal doorheen. En hier heb je, hier keert de richting van de verandering van I om. Dus als hier I groeit, dan neemt hier I af. Oké, nou, dit kunnen we voor een eenvoudig die nulclinus hier op zich niet moeilijk te vinden. Namelijk, als dit ding 0 is, dan geeft dat, dan geeft dat al de vergelijking voor al je punten op je nulclinus. Dus met andere woorden, als we... Ik heb nu geen ruimte meer. Dat is niet zo erg. Dit vind ik even weg. Dus als we de x-nulclinus willen vinden van dit systeem, dan moeten we gewoon die bovenste vergelijking gelijkstellen aan 0 en hem tekenen. Min 2x plus i is 0. Dat betekent dat we het makkelijkst eventjes i eruit kunnen halen. Dus i zet je aan één kant. En de min 2x gaat naar de andere kant en dat wordt dus plus 2x. Dus i is 2x, is je nulcline voor x. Dat is dus een lijn met helling 2. Dus je gaat 1 naar rechts, 2 omhoog. Dus je gaat door dit punt heen. Oké. Okay. Dus het is een rechte lijn hier door dit punt heen. Hier geldt dus dx dt is 0. Op deze lijn. Nou, voor de i-nulclinus kunnen we hetzelfde doen. Dan is die onderste vergelijking. Dus dan krijgen we di dt x min 2i is 0. Dus we krijgen min 2i dx, min x, pardon. Ofwel, i is een half x. Dus als we 1 naar rechts gaan, dan gaan we een half omhoog. Dus we gaan hier doorheen. Dit is de i dat is 0. Nou, om ze uit elkaar te halen, is het handig te houden. Is het handig om verschillende kleuren te gebruiken voor die dingen? Ik heb hier geen verschillende kleuren kijkt. Dus wat we meestal doen, is dat de x0-kline, die maken we een stippellijn van. Of een onderbroken lijn. Oké. Okay. Nu moeten we die richtingen nog tekenen. Nou, dat is in dit geval niet zo heel moeilijk. Laten we even een willekeurig punt uitkiezen. Bijvoorbeeld hier iets op deze as. Als i 0 is, wat is dan? Als je daar i is 0 invult, dan is de x dt is dus negatief. Hè? Dus je krijgt, als je op deze as ligt, is de x dt is negatief. Dus je gaat naar links toe. En de i dt is positief. Dus je gaat omhoog. Nou, het is handig om deze even te stippelen ook. Als je nou deze lijn oversteekt, dan klapt de y-richting om. Dus dat betekent dat in dit gebied ga je nou omlaag. En nog steeds naar links. Als je nou de x0-kline, die gestippelde lijn, oversteekt, dan klap je x-richting om. Dus je gaat hier nog steeds omlaag. Maar je gaat de x neemt toe. Dus in het positieve gedeelte heb je eigenlijk deze drie situaties. In het negatieve gedeelte heb je natuurlijk nog meer.
Dus hier heb je naar links en omhoog. Dus je gaat die kant op. Hier ga je schuin naar beneden toe. En hier ga je ook schuin naar beneden toe. En op die nulkline, dit is de x-nulkline, dus de x-verandering is hier 0. Je hebt alleen maar een y-verandering en die is negatief. Dus je gaat er zo doorheen. Nou, dat zag je hier ook. We gingen eerst een stukje recht naar beneden en dan pas naar links toe. Hier, dit is de y-nulkline, dus hier is de y-verandering is 0. Dus je gaat hier altijd horizontaal doorheen. Naar welke kant op? Naar links. Hier ga je zo doorheen. Dus in principe kun je nu kwalitatief vanuit ieder beginpunt hier in dit gebied zeggen, oké, dan ga je dus eerst richting die lijn. Dan ga je er zo doorheen en dan ga je naar dit evenwicht toe. Nou, als je hier begint ergens, dan ga je dus eerst richting die lijn, dan ga je daar doorheen en dan ga je zo naar het evenwicht toe. Dus dit is een faseportret met nulklines en een vectorveld. Het vectorveld, dat zijn die richtingen. De nulklines zijn deze lijnen. En iedere keer als je een nulkline oversteekt, dan verandert één richting van je vector. Ik loop een klein beetje achter op mijn tijd. Dus dit is hem, hè? En je ziet, als je dus al die, als je de computer alle lijnen laat tekenen, zie je inderdaad dat hier ga je door die lijn heen iedere keer en dan ga je naar het evenwicht toe. Hier ook. Oké? Dus om die nulklines te tekenen, als je een stelsel van differentiaalvergelijkingen hebt, je stelt je dxdt, dus je eerste vergelijking, stel je aan 0 om de ene nulkline te tekenen. En de idt, dit stel je aan 0 om de andere te krijgen. Als ze elkaar kruisen, dan heb je een evenwicht. Want dan zijn zowel x als y, de verandering in x als de verandering in y, zijn allebei 0. Nou, dat heb je hier, heb je dat natuurlijk in 0,0. Hier zal dat ietsje anders zijn. Als je dus twee verschillende nulklines hebt die elkaar kruisen, dan heb je een evenwicht. Als je twee dezelfde nulklines hebt die elkaar kruisen, dus stel je hebt meerdere nulklines voor x, dat gaan we zo zien. Als die elkaar kruisen, heb je geen evenwicht, want dat betekent alleen maar dat x, de verandering in x is 0 en de verandering in x is 0. Nou ja, dat wisten we al. Dus je moet echt, een verandering in y is 0, nulkline moet met een x-nulkline kruisen. Snijden. Oké. Nu komen we op ons recept. Als we dus een stelsel van twee differentiaalvergelijkingen hebben, en we willen daar iets meer over zeggen, we willen een kwalitatieve analyse doen zonder dat we de oplossing weten, wat moeten we doen? Nou, je begint met het tekenen van de nulklines. Dus je stelt iedere vergelijking gelijk aan 0 en je gaat hem tekenen. Dus je haalt de y eruit over het algemeen. En je gaat kijken, in dit geval zijn het rechte lijnen, maar het kunnen ook kromme lijnen zijn. Vervolgens moet je een plek kiezen, dus een x en y waarde, die invullen en dan kijken, dus die invullen in je vergelijkingen hier, en dan kijken of de xdt positief wordt, en dan is het een pijltje naar rechts, en als die negatief is, is het een pijltje naar links, teken je op dat punt. Hetzelfde doe je voor de y, pijltje omhoog of een pijltje omlaag. Dan weet je dus, op één plek weet je de richtingen. En vervolgens, iedere keer als er een nulkline overgestoken wordt, klapt die richting om. Dus wat je doet, je kijkt aan de andere kant van een nulkline, van een x-nulkline verandert mijn x-richting, en aan de andere kant van een y-nulkline verandert mijn y-richting.
Zo vul je dus voor iedere regio vul je die pijltjes in. Vervolgens laat je ook zien dat op de nulclinus, hoe je daar doorheen gaat, horizontaal of verticaal. De snijpunten, uiteraard, van die nulclinus, dat zijn je evenwichten. Dus je probeert bij de evenwichten te kijken, zijn ze stabiel of zijn ze instabiel? Dus in dit geval weten we al, we hebben een stabiel evenwicht. Nou ja, aan deze kant wijst alles richting dat evenwicht. En als je ze hier verder invult, dan wijst het ook. Dan krijg je die richting hier. Dus dit is waarschijnlijk een stabiel evenwicht. En dan probeer je te kijken in de rest van het gebied, waar ga je heen? Dus in dit geval, als je hier begint, ga je zo. Dus dan kun je dat voor een paar trajectories kun je dat min of meer inschetsen. Kijk, het is misschien nog wat een klein beetje vaag zo, maar jullie gaan daar veel mee oefenen. Ik wil eigenlijk nog even één voorbeeld doen. Volgens mij is er niemand na mij, dus ik ga nog eventjes een paar minuutjes door. Ik wil namelijk even dit plaatje afmaken. Dus hier zouden we de nulclinus moeten tekenen ook, hè? Nou. Dus we stellen die bovenste vergelijking gelijk aan 0. En dat moeten we tekenen op een of andere manier. Nou, we hadden al gezien, er zijn eigenlijk twee oplossingen hiervoor. Namelijk x is 0. Dus je kunt alles delen door x. X is 0 is één oplossing. En wat je overhoudt, is de dingen zonder x erin. Dus je deelt. Zo. Dus x is 0 is één oplossing. Dat betekent dat x is 0, het is dus deze lijn, is een nulclinus. Voor x. En dit ding, dan moet je de y uithalen. Dus dan krijg je, nou, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik net had gedaan. Min 1,5 y is 3 min 3x. Ofwel y, doe ik het nou goed? Nee, min 3 plus 3x, zo. Dan ga ik even spieken. Daar komt dus uit, y is 2 min 2x, als je dat doorrekent. En dat is een rechte lijn die afneemt, die begint bij 2. En neemt af met de helling 2. Dus je gaat 1 naar rechts, dan ga je 2 omlaag. Dan kom je hieruit. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. 1 naar rechts, pardon, zo. Ga je 2 omlaag. Dus je komt hieruit. Nou, dat is op zich logisch. Oh, wacht even. Dit moet dus een stippenlijn zijn, hè? Dus dat is je andere x0-line. Die gaat uiteraard op dit punt en door dit punt. Want dit zijn allebei evenwichten, dus hier, moeten twee nulclinus elkaar snijden. Nou, uit die andere vergelijking kunnen we de andere twee nulclinus halen. Die zijn, y is 0, hadden we al bedacht. Is er eentje. Of 0,5x min 0,25 is 0. Dus y is 0. Dat is deze. Dat is een nulclinus voor de y. Ik zal ze even dik maken, dan kunnen we ze beter herkennen. En de ander, als je dit oplost, dan kom je uit op 0,5.
Dit kwam uit op x is 0,5, geloof ik. Dus dat is deze lijn. Dus dit zijn de nulklinies voor dit systeem. Op dit snijpunt ligt een evenwicht. Hier is een evenwicht, want hier snijden deze twee nulklinies elkaar. Dus de gestippelde en niet gestippelde snijden elkaar hier, hier en hier. Zijn we bijna klaar? Moeten we alleen nog even het vectorveld tekenen? Nou, je kunt hier niet het trucje uithalen door te kijken wat gebeurt als we op een as zitten. Want die assen zijn allebei nulklinies. Dus wat kunnen we doen? Nou, we kunnen zeggen hier, als x en y allebei heel groot worden, of makkelijker eigenlijk, als x heel groot wordt en y is bijna nul, wat zijn dan de richtingen? Nou, als x heel groot wordt, dan wordt deze term dus heel groot. Dit wordt een x kwadraat, die wordt dus heel groot en wordt dus heel erg negatief. Dus als de x heel groot is, dan wordt die negatief. Nou, dan moet ik even stippelen weer. Wacht even. Zo. En als de x heel groot wordt, dan kun je dus in die tweede vergelijking zien, als je hier een hele grote waarde van x invult, dan wordt dit dus positief. En als y heel klein blijft, dan zal dit groter zijn dan dat. Dus dan krijg je een positieve term. Okay. Dat is misschien niet het meest handige voorbeeld, maar dit zijn de richtingen in dit gebied. En nu vullen we de rest in door te zeggen, oké, als we die gestippelde lijn oversteken, dan klapt de x-richting om. Dus hier krijgen we dit. Als we de niet gestippelde lijn oversteken, dan klapt de y-richting om. Dus hier krijgen we naar links nog steeds, want we zijn deze nog niet over, maar wel naar beneden. En als we deze weer oversteken, dan gaan we naar rechts. En nog steeds naar beneden. Dus we krijgen dit. Dat betekent, hier gaan we... Oh ja, dan moeten we ook nog even op de nulklinies tekenen welke kant we op gaan. Nou, hier is... Gaan we zo doorheen. Dit is een y-nulkline. En door die andere gaan we alleen omhoog of omlaag. In dit geval gaan we omhoog. En hier gaan we er omlaag doorheen. Dus, nu nog even kijken wat gebeurt er. Als we hier zijn, gaan we schuin omhoog. Hier gaan we zo doorheen. Hier gaan we schuin omlaag. Dan gaan we naar beneden. Dus we draaien een beetje om dit evenwicht heen. Het is niet helemaal duidelijk of we er nou omheen blijven draaien, of dat we nou uiteindelijk in dit evenwicht terechtkomen. Daar ga ik volgende keer, ga ik maandag meer over vertellen, hoe je erachter kunt komen. Dit evenwicht is niet stabiel, hè? Want als je hier naar boven gaat, dan wijzen de pijlen omhoog, weg van het evenwicht. Dus als je een klein beetje prooi hebt, dan ga je daarheen. Dus dit is een instabiel evenwicht. Dit, hier wijzen de pijlen naar beneden. Maar ook naar rechts, dus dit is ook een instabiel evenwicht. Dus deze is instabiel, deze is instabiel en deze weten we niet. Nog niet. Oké. Okay.